Barendrecht doet het goed in de competitie. Het verloor voor de laatste in Hardenberg bij HHC eigenlijk onterecht. Maar de ploeg van Poldervaart doet het gewoon goed. Dit is de eerste kans in de wedstrijd. Oranje. Ja, die hadden hem gewoon binnen moeten schuiven. Rooijendijk met een goede redding. En Achilles 29 verloor de laatste 16 wedstrijden op rij in de tweede divisie. Voor het laatst werd er gewonnen van HFC. Dat is alweer een tijd geleden. Barendrecht in balbezit. Krijgt hier de vrije trap van de scheidsrechter. De overtreding. En bij Barendrecht hebben ze daar een specialist voor. De man die volgend jaar gaat spelen bij Katwijk. Jongman. Scoorde al 9 maal dit seizoen. Man met een fantastisch schot. Jongman. Jongman en ja, Rooijendijk aan de grond genageld. Hoort hem voorbij fluiten als het ware. En zo komt Barendrecht al vroeg in de wedstrijd dus op een 1-0 voorsprong. En over een aardige vrije trap gesproken. Boom. En zo leidt de ploeg van Poldervaart. En Poldervaart kan erom lachen. Dit is een beste, denkt de trainer. Lekker binnengeschoten door Jongman. Een wapen waarmee Barendrecht al vele punten binnen heeft gehaald. Dan de tweede helft. Achilles 29 houdt knap stand. De ploeg is af en toe brutaal en komt hier op gelijke hoogte. Notabene invaller Edar Gawi scoort de gelijkmaker. Via het been van Van Dijk gaat die bal achter Van Splunter. En zo krijgt Achilles 29 een presentje in Barendrecht. Maar de ploeg knokt er ook kei en keihard voor. Want Barendrecht voetbalt een aantal niveaus te laag op dit moment in de wedstrijd. Het tempo is veel te laag. En daar profiteert dus Achilles 29 van. De wedstrijd sleept zich richting het einde. Barendrecht speelt walking voetbal en dat is makkelijk te verdedigen voor Achilles 29. Gaat de ploeg van Arno Arts een puntje pakken. Dit is een overtreding. Weer op een gevaarlijke positie. En lukt het Jongman om ook de tweede op het bord te krijgen. Jongman met zijn specialiteit. En ook deze valt binnen onder de muur door van Achilles 29. En Barendrecht heeft dus alle geluk aan de zijde dat ze Jongman in de ploeg hebben. Want eigenlijk had Barendrecht geen zegen verdiend. Want Achilles 29 heeft zich dapper staande weten te houden bij de nummer 3 van de tweede divisie.